Ik ben Christel Pieper, ben relatiemanager bij Liander. En dat betekent dat ik in overleg ben met gemeenten, energiecoöperaties, woningbouwcoöperaties, om te horen wat voor plannen voor de toekomst zij allemaal hebben en of we dat passend kunnen krijgen op het energienetwerk. Wij staan voor heel veel uitdagingen, maar het heeft eigenlijk te maken met het grote geheel waar we eigenlijk met iedereen in Nederland in zitten. Ofwel, wat wordt het energiesysteem voor de toekomst? Hoe gaan we het regelen met het terugleveren van stroom? Wat voor stroom heb je nodig en hoe krijgen we dat een beetje in balans met elkaar? Elektriciteit wordt energiedrager van de toekomst. Dus het net moet eigenlijk verdubbeld worden in een decennia. Waar we eerst misschien 6 decennia de tijd nog hadden om het uit te rollen, ja, moet het nu snel worden opgeschakeld. En dat vraagt nogal wat van de betrokken partijen. Ik ben Gerard van der Schaar, mededirecteur en eigenaar van MG Energy Systems. Op het moment dat je lokaal opwekken en lokaal verbruik en een accu aan elkaar kan gaan koppelen, dan kun je dan dus bijvoorbeeld de energie eruit halen op het moment dat je het nodig hebt. Ofwel, als je bijvoorbeeld thuis komt met je elektrische auto na het werk, dat je hem dan kan inpluggen. Terwijl je bijvoorbeeld om 2 uur heel veel hebt opgewekt door al die zonnepanelen. Voor de toekomst wordt energieopslag cruciaal. We zijn echt een producent, maar denken daarnaast ook in oplossingen. Dus we maken systemen, hebben daar een blueprint voor. Dat delen we dan weer met onze dealers en installateurs. En zo proberen we slimme oplossingen te creëren die we eerst voor Afrika hoofdzakelijk uitrolden. Maar nu hier de congestie opspeelt, is dat hier ook zeer actueel. Het energienetwerk van de toekomst zie ik als een waar energiesysteem voor Friesland. Waarin we heel erg lokaal opwekken en lokaal verbruiken. Want dat past heel erg bij Friesland. Mooi in de communities dat we daar aan de slag zijn. En dat bedrijven een enorme stap hebben gemaakt in het elektrificeren en verduurzamen. Dat zou fantastisch zijn.